Wel, er is wel duidelijk een verschil tussen optreden in Azië of optreden hier bij ons in België. Ik denk dat er zeker in Azië toch wel iets meer jonge mensen nog wel wonen. Dat is zeker wel een geval. En ik heb eigenlijk al de twee situaties meegemaakt. In Azië heb je soms sommige delen van bepaalde landen dat mensen heel rustig en geboeid zitten te luisteren naar wat je zingt, wat je vertelt. En tussen elk nummer dan wel uitbundig gaan applaudisseren, maar elke noot zeker willen hebben gehoord. En ik heb ook al meegemaakt, als de zaal vol met echte tieners zit, dat het er dan redelijk uitbundig aan toe gaat, ook tijdens de nummers. En dat er meegezongen wordt en meegejoeld en getierd wordt. En ik denk hier in België dat je altijd zo'n beetje de mix hebt van de twee. Echt heel erg veel verschil zit er niet op, maar misschien toch wel net iets meer jonger publiek in Azië. 1000 klassiekers. Bij Radio 2.